Ken je het verhaal van Snap King? Ja, Snap wat is King, dat King, die YouTuber die op een gegeven moment een soort telefoonlijn in het leven had geroepen. Waar fans hem konden bellen, stonden er duizenden in de wacht. Om hem aan de telefoon te krijgen. En die stonden een betaald nummer en die stonden in de wacht. En ik hoorde het, ik dacht, goede scheme. Is gewoon zo van, ja, is eerlijk. Is gewoon zo van, ja, he figured it out voor dat moment. Je weet toch, oké, over de rug van allemaal kids, die dat toch allemaal niet zelf betalen. Dus komt gewoon uit. Nee, maar ja, maar je zegt het dan, dat zit al in het woord scheme, toch? Dus inderdaad, een goede scheme. Oké, maar het zijn allemaal money schemes. Alles is een money scheme. Uiteindelijk is het allemaal een money scheme. Dus en mijn punt is gewoon meer. Oké, en nu zit hij dus aan tafel bij RTL Late Night. En heb je Humberto Tan. Heb je nog een paar andere soort mooie... Allemaal mensen die, wat mij betreft, die werken dus allemaal voor RTL. Die werken voor, gigantische media... Hoe heb je dat precies gedaan? Hoe deed je dat? Snap je dat ik honderd ben? Gigantische schemers en dan oordelen ze over hem. En die zitten daar dan van, dat kan je niet maken! Weet je, Peter de Vries, we rode koppen. Allemaal. En dan denk ik gewoon van... Jullie zijn net zo... Figured it out. Daarom, en dit is gewoon één guy who figured it out. Eén kleine scheme. Je weet toch van, oké, cool. Je weet toch, als hij mijn zoon was, zou ik ook tegen hem hebben gezegd van, bro, zo kan je het niet doen. Ja. Maar ik zou hem wel uitleggen van, maar je was wel op de juiste manier aan het nadenken over je shit. Alleen zo kan je het niet doen. Ja. Waarom kan je het zo niet doen? Is omdat mensen gaan over je heen vallen. Ja. En nu was dit de enige keer dat je het zo hebt kunnen doen. Dus je moet het. En dit is wat we geleerd krijgen op de middelbare school. Ja. Verzin dit soort schemes, maar doe het wel op een manier dat niemand er vervolgens een probleem mee kan hebben. Nou, en je kunt hem makkelijk... Kijk, zijn grootste probleem... Ik heb een keertje een verhaal gelezen en het was geniaal. Het ging erover dat bankrovers bijna altijd erin slagen om na de bankroof weg te komen met hun geld. Ja. En gepakt worden op het moment dat ze het geld uitgeven. Ja. Omdat de voorbereiding gaat hem zitten in een bankroof en niet in wat ze met hun geld doen vervolgens. Dat is dit een beetje. Kijk, hij heeft over nagedacht, hoe krijg ik dat geld? En vervolgens niet over nagedacht van, blijf ik buiten bereik van de... En doen die andere mensen wel bij de verzekeringsmaatschappijen. En de banken, die hypotheek. Die weten prima hoe ze dat daarom, moeten doen. Bij de oplichtingshypotheek. Maar het zijn dezelfde schemes. Het zijn wel dezelfde schemes. Bij, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar Electronic Arts, de game uitgever. Die hebben net Battlefront 2, die video. Met de lootboxes. Maar het is exact hetzelfde. Ja, precies. Ik bedoel, wat krijg je? Je koopt een game voor fucking €69. Vervolgens moet je in die game lootboxes kopen. Dan maar hopen dat daarin zit. Je mag kan ook maar kiezen het niet te doen. Ja, maar als je het wel doet, dan heb je namelijk dat je wapens 10% krachtiger zijn en je 10% minder snel doodgaat. Met andere woorden, pay to win. Ja, en dat, ik bedoel, het is zo fucking krankzinnig dat ik bedoel, ze breken gewoon de wet ermee. Ik bedoel, ze gokken gewoon. Dus, het is ook verboden, toch, in België? België even ergens iets bepaald of zo? Ja, ze gaan het nu, dat wordt voor het Europese Hof wordt dat gebracht en natuurlijk kan het niet. Maar het is nog schaamtelozer dan Snap King. Ja. Ik bedoel, het is echt... op zijn minst net zo schaamteloos. Ja. Maar ja, wie ga je daar voor aan zijn haren bij Peter? Niemand zit bij Peter R. de Vries. Nee. Weet je? Want al die PR-mensen die hebben gezegd van, als je er één woord over zegt, dan ben je ontslagen. Weet je? Met andere woorden, niemand mag aanschuiven Peter R. de Vries. Vandaar dat ze weggaan naar Nederland gewoon. Dat ze daar allemaal ontslagen. Waarom geen advertenties meer? Ja, maar echt serieus. Maar inderdaad heftig. Maar inderdaad, dit is dus een ding... het zit inderdaad in alle games. Want inderdaad, we hadden het net al even over StarCraft. Daar zie ik ook eens tijd lootboxes staan. Dus je kan letterlijk, betekent het dus dat je minder goed in de game mee kan als je niet betaalt, zeg maar. Maar dat is, kijk, dat is niet de definitie van lootbox. Dat is wat EA ermee gedaan heeft. Ja, oké. Het komt voort uit... Het wordt ook goed gebruikt door sommige... Gamers haten het. Ik haat het. Maar weet je, het komt uit de gratis games. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld... Free to play. Daarom. Ja. Nou, de game is gratis en dan zeurt hij na 10 minuten van, hé, we zijn niet wat extra goud kopen. Dan kun je leeg naar die shit. Daar komt het vandaan. En dat is oké. Alleen, dat is voor gratis games. Mm. Battlefront is niet een gratis game. Je kunt niet, aan de ene kant zeggen van, hey, we hebben een game die niet gratis, waar je voor betaalt, maar we moeten toch op een of andere manier verantwoorden dat we die game kunnen maken. Dus je moet ook nog lootboxen ervoor betalen. Mm. Iedereen voelt zich genaaid, weet je. Ja. Ik bedoel, you can't have your cake and eat it too. Dat is wat EA doet. Maar wat wel sick is dat het gewoon, het is wel actual life. Dit is wel hoe het is. Het is gewoon, als je een beetje extra, als jij meer geld hebt dan de ander, dan ben je gewoon iets beter at it. Maar dat is waarom Bitcoin vet is. Dat is waarom je gewoon wegloopt van die shit. Ja. Weet je, daar kan niet mee geschemd worden. Alles kan niet. Maar het is een transparante manier van zaken doen. Ja. Weet je, dus waar het om gaat is dat er een soort van systeem is wat zo door en door corrupt is. En je kan er kwaad over worden en tegen trappen en shit in de fik steken. Of je loopt er gewoon van weg. En je denkt, fuck deze shit, weet je.
U kunt ons helpen om Wilde Haren de podcast te maken. Hoe kan dat, vraagt u? Nou, dat zou ik je even haar fijn uitleggen. Je kunt via Patreon/Wilde Haren de podcast geld aan ons geven. Het is reuze. Dit kan vanaf $1. En dat kun je dan gewoon doen. Zoek het even lekker uit, joh. Hoe moet ik het allemaal uitgezitten leggen? Nee, hoeft helemaal niet. Patreon/Wilde Haren de podcast. Maak Wilde Haren de podcast mede mogelijk door jouw bijdrage. Want je wordt, als je het doet, een patroon. En dat klinkt super cool.